Nou, welkom beste kijkers hier vanuit de stadion Galgenwaard. Mijn naam is Bert van Lienden, de cameraman is Joris van Peer. En ik ga het komende uur u iets vertellen over het ontstaan van FC Utrecht. We gaan kijken in wat skyboxen, ik ga u de kleedkamers laten zien. En we gaan een kijkje nemen in de persruimte. Maar we beginnen hier op de vijfde verdieping allereerst met het verhaal over het ontstaan van FC Utrecht. Want tot en met het seizoen 1970 waren er drie semi-betaalde voetbalclubs in Utrecht. DOS, Velox en Elinkwijk. Het gemeentebestuur Utrecht zei van dat is te veel, er moet worden samengegaan, er moet een fusie plaatsvinden. En zo is op 1 juli 1970 FC Utrecht ontstaan. Dan moet ik er nog wel even bij vertellen dat DOS de enige vereniging is in Utrecht die in 1958 nog landskampioen is geworden. Goed, 1 juli 1970, FC Utrecht ontstond en ging voetballen in stadion Galgenwaard. Maar dat zag er nog niet zo uit zoals het stadion zoals we het nu kennen. Dit is het eerste stadion Galgenwaard. Gebouwd in 1936 in kader van de werkverschaffing, want er was toen ook heel veel werkeloosheid. Een stadion waar één overdekte tribune aanwezig was en waar ook een wielerbaan omheen zat. Dus als er niet gevoetbald werd, dan werden er wielerwedstrijden gehouden. Tevens is het stadion ook nog gebruikt voor andere evenementen, zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten van de diverse gymnastiekverenigingen, maar ook door de NSB in de oorlog. Dat was even wat minder. Nou, al snel voldeed dit stadion niet meer aan de eisen der tijd, om het zo maar te zeggen, en toen hebben we besloten van dit stadion wordt afgebroken en er wordt een splinternieuw stadion gebouwd. En dat zien we dus op deze foto. Een stadion geheel overdekt. Een stadion waar geen hekken omheen zaten en waar je dus zo direct op het veld kon kijken. En waar ook bedrijfsruimtes onder waren gehuisvest. En dat was in 1982, toen dit opgeleverd is, was dat natuurlijk heel modern. En vanuit de hele wereld en kwamen ze dus eigenlijk kijken hoe dit stadion er eigenlijk uitzag. Ik moet er nog wel bij vertellen, toen dit stadion, dus het oude stadion, werd afgebroken en het nieuwe stadion werd gebouwd, heeft FC Utrecht ook nog tijdelijk gespeeld in een noodstadion. En dat noodstadion dat was gelegen aan de Veemarkt, hier 2 kilometer verderop. Het was een stadion, ja, het ziet er eigenlijk niet uit op de foto. Maar ik moet wel zeggen, qua sportieve prestaties heeft Utrecht het daar geweldig gedaan. Ze hebben daar namelijk maar één wedstrijd verloren, tegen Sparta. En ja, toen zeiden ze wel eens, goh, ze hadden daar beter kunnen blijven voetballen. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd, want anders hadden we niet dit prachtige stadion gehad. Nou, wat ik al vertelde, dit stadion werd op een gegeven moment te klein. Want we konden daar geen skybox in huisvesten. Nou, wat een skybox is, dat zal ik u straks uitleggen. Op een gegeven moment is dit stadion weer verbouwd tot het stadion waarin we nu staan. Nou, een mooi stadion waar we ongeveer 23.500 zitplaatsen hebben. En een stadion waar ook 31 of 32 skyboxen in zijn gehuisvest. En die zijn ook allemaal bewoond, om het zomaar te zeggen. Even terug naar de sportieve prestaties van FC Utrecht. Ik vertelde het al, FC Utrecht heeft in dat noodstadion maar één wedstrijd verloren. Maar FC Utrecht heeft ook 6 keer in de KNVB-bekerfinale gestaan. Daarvan hebben ze 3 wedstrijden gewonnen en 3 wedstrijden verloren. De wedstrijden die ze gewonnen hebben, dat was tegen FC Twente, tegen Feyenoord en de allereerste bekerfinale tegen Helmond Sport. Nou, ze hebben natuurlijk ook 3 wedstrijden verloren. En daar ligt de gevoeligste van, de nederlaag tegen Ajax. Want 10 seconden voordat de reguliere speeltijd was verstreken, stond FC Utrecht nog voor met 2-1. Toen scoorde Van Berto in buitenspelpositie een goal. En die werd door het arbitrale trio werd die goedgekeurd. Het werd 2-2. We kregen vervolgens verlenging. En Zlatan Ibrahimovic scoorde de winnende goal. Dus we verloren die wedstrijd met 3-2 en wegbeker. En dat ligt nog steeds en terecht gevoelig in het Utrechtse.
Even nog wat over het betaalde voetbal zelf. Als je betaald voetbal speelt, moet je natuurlijk inkomsten hebben. Nou, die inkomsten die komen natuurlijk vanuit de sponsoren, vanuit de supporters, vanuit de bordreclame, vanuit de televisiegelden. En wij hebben natuurlijk ook een groot aandeelhouder en dat is Frans van Zeumeren. En Frans van Zeumeren is FC Utrecht zeer dankbaar, want die heeft al miljoenen euro's in deze club gestopt. En het is een echte sponsor, maar het is ook een echte supporter. Frans van Zeumeren heeft hier ook een skybox in het stadion. En daar gaan we straks ook even in kijken. En het verhaal over de skyboxen. Ik zei het net al, als je nu een bedrijf hebt en je bent een echte ondernemer in hart en nieren. En je zegt, ik vind het ook leuk om zakenrelaties te ontvangen. Dan kan je hier dus een eigen ruimte in het stadion huren. Nou, ik noem het net een woonkamer, want al die skyboxen die zijn verschillend ingericht. Dus bij je buren ziet die er anders uit dan bij jezelf thuis. Straks zullen we een aantal van die skyboxen bezoeken. En dan zult u ook zien van hoe die skyboxen eruit zien. Goed, gaan we nu even verder lopen. Wilt u vragen stellen? Dat kan. En dan hoor ik wel van mijn collega welke vragen er binnen zijn gekomen. En die proberen we dan zo goed mogelijk te beantwoorden. Wat ik ook even wil zeggen, we kunnen niet alle ruimtes op dit moment in het stadion bezoeken. Want RTV Utrecht maakt op dit moment ook opnames. Dus het is dat u het vast weet. Nou, kijken we even bij de foto's hier. Een van de bekendere voetballers natuurlijk die hier ook gevoetbald heeft. En dat zijn er natuurlijk wat. Dat is Dirkje Kuyt. Nou, hier ziet u hem eigenlijk in een houding dat hij dus net een winnende goal heeft gemaakt. Op deze foto zien we keeper Harold Wapenaar. Nou, die zit te huilen nadat FC Utrecht de nederlaag tegen Ajax heeft geleden. Hier zien we Mr. FC Utrecht. Ik zeg het even tussen aanhalingstekens, want dit is dus Jean-Paul de Jong. Maar Mr. FC Utrecht is natuurlijk ook Leo van Veen. Dat zeg ik er ook even bij. Nou, Jean-Paul de Jong, die toch wel een hele belangrijke rol voor FC Utrecht heeft gespeeld. Zowel als speler als trainer zijnde. En we zien hier keeper Pong, die de beker krijgt uitgereikt. En volgens mij is dat van Jeus Sprenger, maar dat weet ik even niet zeker. Fouke Boy hier met de beker, met een van de KNVB-bekers. En vervolgens zien we dus de blijdschap eigenlijk bij de spelers van FC Utrecht in de kleedkamer. Wat we op deze foto zien, dat is dat op een gegeven moment toen Utrecht zich plaatste voor Europese voetbal, dat de spelers de stad ingingen en die werden dus allemaal toegejuicht door de supporters die massaal op de been waren om om het team eigenlijk toe te juichen. Vaak wordt er ook gevraagd, goh, is er ook damesvoetbal? Ja, damesvoetbal is er ooit ook geweest bij FC Utrecht, maar op een gegeven moment kostte dat te veel en dat is wegbezuinigd. Maar wie weet komt dat ooit weer terug. Stel ik nu voor dat we eens even in een van de skyboxen gaan kijken. En inderdaad, wat Bert zegt, mochten er vragen zijn in de chat, laat het vooral even weten. Dan kunnen we die vragen doorspelen aan Bert. Oké, toch nog even. Alvorens we in de skybox gaan kijken, de fotogalerij. We zien overal de foto's van de teams van FC Utrecht door de jaren heen. Elftallen van de jaren 70, elftallen van de jaren 80, die hangen dus aan deze wand. En het allereerste elftal van FC Utrecht, dat is logischerwijs de eerste foto 1970. En daar staat ook op Joop Lelieveld. Joop Lelieveld was de eerste keeper van FC Utrecht, maar die was ook de directeur van Mitret. En Mitret die heeft het tweede stadion verbouwd tot het derde stadion. Daar is Joop Lelieveld met zijn bedrijf verantwoordelijk voor geweest. De eerste aankoop van FC Utrecht in 1970 was Co Adriaanse. En die zien we hier op de foto staan. Bert Jacobs de eerste trainer. En hij werd geassisteerd door Frits Korbach. Die als assistent trainer dienst deed bij de club. En later ook nog trainer is geworden van diverse clubs in de eredivisie en in de eerste divisie. Goed, we gaan even een skybox in. Nou, ik heb het al gezegd. We hebben een groot aantal skyboxen hier in het stadion Galgenwaard. Deze zijn gehuisvest op de vijfde
en de vierde verdieping. En ze zijn er in alle soorten en maten. Je kan zeggen, ik huur als bedrijf zelf een skybox. Je kan ook zeggen, ik doe het met meerdere partners. En dat is onder andere de Cavea box. Want het staat hier eigenlijk op het bord. Ja, ik weet niet of u dat zo kan zien. Maar daar staan dus eigenlijk de deelnemers die in de Cavea box eigenlijk zijn gehuisvest. En dat zijn dus diverse bedrijven. Dus bedrijven die één box delen met z'n allen. Nou, dat is een schitterende box. Hier kan je dus lekker voor de wedstrijd wat eten, wat drinken. En je hebt dan ook een aantal seats of stoelen voor je box. En waar je vanuit een eigenlijk heel comfortabel de wedstrijd kan bekijken. En na afloop, zeker als FC Utrecht heeft gewonnen, dan komt er meestal een zanger, is de muziek en dan is het natuurlijk feest ook hier in de box. We lopen even naar buiten toe. Nou, hier staan we dan even buiten de box. Ik ga hier even lekker op zo'n stoel zitten. En dan zal ik u direct even nog wat over het stadion vertellen. Kijk, je zit hier comfortabel. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het toch wel gemist door de afgelopen periode. En u zal dat waarschijnlijk ook hebben gemist. Maar als ik dan zo kijk en ik zie daar de bulkzijde. Nou, de bulkzijde, en dat is wellicht bekend, daar staan de meest fanatieke supporters van FC Utrecht. En in de jaren 70 was die bulkzijde ook berucht. En waarom heet het eigenlijk bulkzijde? Nou, heel simpel, omdat de tribune aan de kant van bulk ligt. Maar degenen die op de bulkzijde stonden in de jaren 70, die waren zo berucht dat de burgemeester van Bulk op een gegeven moment heeft gezegd: ik wil dus niet meer dat het bulkzijde heeft, want ze denken dat er alleen maar mensen uit Bulk opstaan. Nou, toen is toch even die naam veranderd in Oostzijde of Eastzijde. En uiteindelijk is het toch weer na een x-aantal jaren bulkzijde geworden. Recht tegenover mij, daar hebben we de Zuidtribune. Daar kunnen ongeveer 8000 toeschouwers op plaatsnemen. En hier aan de rechterkant, dat is de City Side. En op de City Side, daar zitten overwegend mensen, gezinnen, je oom, je tante, je vader, je moeder, noem maar op. En helemaal links van de City Side, daar is het uitvak. En daar kunnen gemiddeld zo ongeveer een 1000 toeschouwers van de tegenpartij in plaats nemen. Nou, het stadion dat biedt ongeveer plaats aan de 3500 toeschouwers. Ik moet wel eerlijk zeggen, die zitten er niet altijd. Gemiddeld komen er bij de wedstrijden van FC Utrecht zo rond de 18.000 à 19.000 toeschouwers. Gelukkig zijn de toeschouwersaantallen stijgende. En we hopen dan ook in het nieuwe seizoen dat het weer echt helemaal lekker vol zit. En dat iedereen zegt van nou, we gaan weer met z'n allen naar het stadion. Hier beneden, daar zijn de business seats, de stoelen van de business seats zichtbaar. Nou, zo'n business seats kan je dus ook huren. Dus als jij zegt van nou, ik heb een bedrijf, maar ik wil geen skybox, dan heb je dus eigenlijk, om het zomaar te noemen als ondernemer, een zakelijke stoel waar je gebruik van kan maken. Nou, die huur je dan ook weer voor één of meerdere seizoenen. Kijk ik nog even naar het veld. Wat overigens van echt gras is. Want dat is ook even een hele belangrijke. Vaak wordt het ook wel gevraagd in rondleidingen. Is het nou echt gras? Ja, het is echt gras. Maar dit is een van de beste velden in de eredivisie. Ik geloof Feyenoord is nog iets beter. Maar dit staat zeker, nou ik kan gerust zeggen, op de tweede plaats. De dugout zien we dan ook. Links staat de dugout van FC Utrecht. En rechts is de dugout van de tegenpartij. En vroeger was dat omgedraaid. En dat kwam eigenlijk omdat de grensrechter aan de verkeerde kant liep. Dus toen zeiden we van, we gaan aan de goede kant zitten, dat we de grensrechter niet voor onze neus hebben lopen. Nou, daar is goed over nagedacht. Wat we ook zien, dat zijn de kantoren die gebouwd zijn. Dat was eigenlijk al toen het tweede stadion werd gebouwd, werden er ook kantoren bij geplaatst. Nou ja. Die kantoren worden tijdens wedstrijddagen niet alleen als kantoor gebruikt, maar ook eigenlijk als een skybox.
ik zeg altijd van, goh, ze zijn op zondag weer aan het overwerken. Maar dan staan ze met z'n allen voor het raam om de wedstrijd eigenlijk te bekijken. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan, ja, dan pik je er ook wat van mee. Goed, gaan we even verder. We gaan even weer naar binnen en dan gaan we eerst een verdere rondje langs. De Velderman. We hebben al een vraag binnen. Ja, we hebben al een vraag binnen. Dus ik doe even deze deur dicht. Ja. Oh ja. Die vraag werd gesteld door Kai. En Kai vraagt, na het zien van de foto's, welke foto u het mooist vindt. Welke foto ik het mooist vind? Ja. Oké, dan lopen we nog even terug. Lopen even kort terug. En dat bedoelt hij van de elftal foto's of de... Dat heeft hij niet gezegd. Nou, als ik zeg van, ik heb het meeste gevoel toch bij de foto van het eerste elftal van FC Utrecht. Maar dat zal waarschijnlijk met mijn leeftijd te maken hebben. Want dit heb ik ook heel bewust meegemaakt. Daar heb ik er heel veel gevoel bij. Kijk ik even naar de andere foto's. Laten we daar dan ook nog even heen lopen. Ja, dan zeg ik ook wel van deze foto van Harald Wapenaar. En dat vind ik eigenlijk, ja... Je kan zeggen, het is een mooie foto, maar dit drukt eigenlijk uit het leed van een keeper, van een sportman, die je onterecht verloren heeft. En daarvoor vind ik die foto eigenlijk heel mooi. Nou, dat is het antwoord op mijn vraag van welke foto ik nou eigenlijk het mooiste vind. Top. Ja? Suzanne vraagt Bert Biertje. Vraagteken. Bert Biertje. Ja, ik ben... Als je zegt van Bert Biertje... Ja, ik weet niet of ze mij ergens anders van kent. Het zou kunnen. Maar ik drink ook wel regelmatig bier. Ik weet niet welke Suzanne het is. Ik ken wel een paar mensen die Suzanne heten. Maar ik ben... ik ben wel een bierdrinker. Dat klopt. Goed, gaan we even kijken. Want ik vertelde al van FC Utrecht speelde 6 keer in die bekerfinale. 3 keer gewonnen, 3 keer gelijk. Dus er moeten hier ook 3 KNVB-bekers staan hier in het stadion. Nou, en die staan er ook. En daar gaan we nu even bij kijken. Nou, dit is dan de prijzenkast waar de bekers in staan. De beker van het seizoen 1984-1985, dat is de eerste beker die FC Utrecht ook heeft gewonnen. Dat was onder leiding van Nol de Ruiter. En die beker hebben ze gewonnen tegen Helmond Sport. Dan hebben we de beker uit het seizoen 2003-2004 en de beker uit het seizoen 2002-2003. Dus het is eigenlijk allemaal compleet. En we hebben natuurlijk ook nog eens een keer die Johan Cruijffzaal. En de bekerwinnaar, die speelt dus tegen de winnaar van de competitie om de Johan Cruijffzaal. Nou, in dat geval speelde FC Utrecht tegen Ajax. En daar wonnen we toen van, in de arena. En dat was op zich ook wel weer een hele prestatie. Einduitslag staat hij trouwens ook op met 2-4. Gaan we nog even naar de andere kant toe. En dan zien we de shirtjes hangen waar FC Utrecht in heeft gespeeld. Het is ook weer apart eigenlijk hoor. Want kijk je nou naar dat eerste shirt dat in de jaren 70 werd gebruikt. Ja, het heeft ook wel wat. Dat maagdelijke wit, zullen we maar zeggen, met dat logo erop. Ga je verder kijken, dan zie je op een gegeven moment in één keer dat de shirtreclame zijn intrede doet. We begonnen met Nissan, AMF-verzekeringen, die het een hele tijd eigenlijk, of heel veel seizoenen geweest is. En later werd het op een gegeven moment van Amorf, werd het Fanos. En zo zie je toch wel dat er in de loop der jaren veel veranderd is. Van, je ging van iets naar een hele hoop, of naar heel veel. En shirtreclame heeft natuurlijk zo'n club ook nodig. Dat is ook een inkomstenbron. Een shirtsponsor die brengt toch geld binnen. En dat doet hij dus niet alleen voor zijn eigen bedrijf. Dat hij geld binnenhaalt erdoor, maar ook voor de club. En we zijn als FC Utrecht ook hartstikke blij met onze hoofdsponsor die we op dit moment hebben, Zorg van de Zaak. En ook al komt er weer een andere sponsor voor terug, elke shirtsponsor is eigenlijk zijn naam in goud waard. En heeft ook weer een bijdrage dat een club kan blijven draaien en kan blijven bestaan.
Even het verhaaltje van de shirts. En nogmaals, deze FC Utrecht bestaat aanstonds 50 jaar, hè, op 1 juli. Dan zal dit shirt ook wel weer ergens in terugkomen. Dat verwacht ik wel. Oké, er komt geloof ik weer een vraag. Er komt zeker weer een vraag binnen. Michael van Schaik vraagt, welke bekerwinst vond Bert het mooiste? Welke bekerwinst? Nou, ik vond de bekerwinst eigenlijk... Ja, ik heb ze allemaal gezien, dat moet ik er wel bij vertellen. Maar ik vond die tegen Feyenoord, dat vond ik eigenlijk de mooiste. Daar waren ook de meeste doelpunten te zien. En die tegen Helmond Sport, dat vond ik de spannendste. En waarom? Omdat je dus vlak voor tijd was het nog steeds 0-0. En dat kon eigenlijk alle kanten uit. Totdat op een gegeven moment Adelaar een paas gaf aan John van Loen. En die kopte uiteindelijk de bal. En dat was ook ergens in de laatste minuut. Kopte hij die bal naar binnen. En ja, toen won FC Utrecht met 1-0. En dat was, maar we zaten toch met z'n allen te knijpen van jongens, gaat dit wel goed? En dat was, ja goed, tegen Feyenoord had ik dat niet. Maar goed, daar zag je weer de meeste kans natuurlijk. En die tegen Twente, daar scoorde Dave van den Berg met zijn chocoladebeen, zoals ze dat noemen. Die bal die plofte als het ware eigenlijk van zijn been af, zo die goal in. Ja, dat had ook wel weer wat. Maar nogmaals, Helmond Sport de spannendste, die tegen Feyenoord de mooiste, omdat daar ook de meeste kansen vielen. Nou, dat is hem eigenlijk. Goed, gaan we even verder. Naar beneden denk ik, hè? Oh ja, dan moet ik hier even stoppen. Kijk, jullie zien op de achtergrond worden de opnames gemaakt voor RTV Utrecht. Nou, eigenlijk deze ruimte die liepen we ook altijd in. Waarom? Omdat daar ook het verhaal van David Di Tommaso wordt verteld. Ik ga het nu zo vertellen. Ik kan er dus geen shirts of bepaalde beelden bij laten zien. Maar David Di Tommaso, dat was een Franse-Italiaanse verdediger. Een hele goede speler. Speelde in 2005 zijn laatste wedstrijd tegen Ajax. En dinsdag daarna, ja, toen overleed hij aan een hartstilstand. En dat had natuurlijk heel veel impact op FC Utrecht. FC Utrecht heeft ook op een gegeven moment gezegd van we roepen een trofee in het leven. Di Tommaso trofee. En die wordt elk jaar uitgereikt aan de beste speler van het seizoen van FC Utrecht die gespeeld heeft. Speciaal daarvoor, daar komt zijn vrouw vanuit Frankrijk samen met zijn zoon om die beker uit te reiken. En tot de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. Overigens, er zal nooit meer een speler binnen FC Utrecht zijn die het shirt met nummer 4 draagt. Want dat is het shirt voor altijd van David Di Tommaso. Dat shirt dat staat ook in de vitrinekast. Helaas kunnen we daar nou niet bij. Maar dat moet u van me aannemen. En als u volgende keer een fysieke rondleiding in het stadion wil hebben, dan kan ik dat alsnog nog laten zien. Maar dat is even kort het verhaal van David Di Tommaso. We hadden ook Mia Nesu. Nesu was ook een hele goede verdediger. Alleen op de training, een andere speler van FC Utrecht, Aljo Schut, landde op zijn schouders. Nesu kwam ongelukkig te vallen en die liep een dwarslesie op. Nou, dat betekent eigenlijk, je komt in een rolstoel, je kan nooit meer lopen. Nesu kwam uit Roemenië, heeft vervolgens een stichting opgericht voor kinderen die onder andere in weeshuizen daar zitten. Kinderen die het niet zo breed hebben in Roemenië. En met die stichting haalt hij geld op om die kinderen ook een beter leven te geven. Nou, dat is even het verhaal wat ook wordt verteld in die vitrinekasten. FC Utrecht heeft natuurlijk ook menig keer in Europa gespeeld. En ik herinner me ook nog in 1991 dat ze tegen Real Madrid moesten voetballen. Nou, er was natuurlijk nog geen Facebook, er was geen internet, enzovoort, enzovoort. En toen bekend werd dat Utrecht tegen Real Madrid zou moeten spelen, was het stadion binnen 20 minuten volledig uitverkocht. En ook dat was een mooie pot. FC Utrecht kwam zelfs nog voor met 1-0. Uiteindelijk werd er, dan moet ik het even goed zeggen, met 1-4 verloren. Maar het was natuurlijk prachtig om Real Madrid hier aan het werk te zien. Nou, dat is even het verhaal dat ik u later nog wel een keer, als u een fysieke rondleiding in het stadion wil hebben, en dat moet u zeer zeker doen, dan vertel ik u dat nog wel een keer. Oké, we gaan even naar beneden toe. Dan gaan we eens even kijken in een van de andere skyboxen.
En dan laat ik u ook even zien dat het, de inrichting daar ook weer anders is dan de skybox die we net hebben gezien. Je krijgt veel complimenten, Bert. En vragen. Veel vragen ook, ja, dat is ook welkom. Hebben we nog vragen? Eens even kijken. Nee, nog niet. Oké. Dan gaan we eens even kijken in de skybox van de groot aandeelhouder van FC Utrecht, Frans van Zeumeren. De skybox van Frans van Zeumeren. Daar gaan we nu even in. En die skybox is dus gehuisvest hier op de vierde verdieping van het stadion. Wat ik vertelde net ook al, de skyboxen zijn gehuisvest op de vijfde en op de vierde verdieping. Nou, als je hier onderdoor kijkt, de skybox van Frans van Zeumeren. Deze skybox die heet No Guts, No Glory. No glory. Dus dat betekent eigenlijk zoiets van, als je geen inzet hebt, zal je ook geen overwinning boeken. En het mooiste is eigenlijk dat de man die dus voor die inzet en voor die overwinning eigenlijk stond in de jaren 70, Joop van Maurik was. Joop van Maurik, als hij in het veld kwam, dan riepen alle supporters, Joopie, Joopie, boos in de grond. En dat gebeurde ook. Ik heb ook wel eens letterlijk gezien dat hij gewoon iemand zo dat veld aantrapt. Dat is echt gebeurd. Ik zal niet zeggen of het goed is of dat het niet goed is. Maar deze man die stond wel voor inzet en voor inzet en voor goals. Dat moet ik er ook bij vertellen. Joop is nu dik in de 70. Heeft een café in Utrecht, de Engelburg. En hij staat bij tijd en bij, zat hij nog steeds achter de bar. Ja, in deze coronatijd is dat natuurlijk even anders. Maar dat geldt voor ons. Dat geldt voor ons allemaal. Maar hij stond dus echt voor inzet en gaan met die benadering. Er komt weer een vraag. Er komt zeker een vraag binnen. Weer van Michael van Schaik. Je hebt het nu over Joop van Maurik. Maar wie is jouw favoriete voetballer en waarom? Ja. Van FC Utrecht, hè? Nou, ik heb er misschien diverse. In ieder geval Michael Molts. Die hoort sowieso in mijn rijtje thuis. Michael Molts, die had eigenlijk alles wat een voetballer zou... Moet hebben. Snelheid, inzicht, overzicht. Eigenlijk een hele complete voetballer. En als Molts hier ook op het veld stond, dan gebeurde er wat. En daar kwam je als toeschouwer ook echt voor naar het stadion toe. Als je zegt van nou kijk je weer naar de periode later, dan zeg ik Jean-Paul de Jong. Jean-Paul de Jong die herkende je als werker. En dan kan je wel zeggen, het was geen mooie voetballer, maar Jean-Paul Jong staat waar FC Utrecht ook voor staat. Inzet en er gaan met die benaming en willen winnen. Dus dat vond ik ook eigenlijk een hele mooie. En ja goed, en kijken dus wie zou nu als favoriet kunnen hebben? Dan moet ik even denken, nou zeg ik toch Willem Jansen. Willem Jansen is ook zo'n voetballer, die staat er ook altijd. Verzaakt niet, doet zijn werk. Ja, en soms gaat het wel eens verkeerd. En heel veel keren gaat het goed. Maar Willem is er ook altijd. En ik vind dat ook wel iets van, dat mag gerust gezegd worden. Ik vind het ook een toonbeeld als aanvoerder. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Nou, dat is de antwoord op de vraag. Top. Nou, kijk ik nog even in deze skybox. Ja, Frans van Zeumeren, dat wordt wel eens gevraagd. Goh, wat heeft die man dan eigenlijk gedaan dat hij zoveel geld in FC Utrecht kan pompen, om het zo maar te zeggen. Of zijn bijdrage kan leveren. Nou, Frans van Zeumeren heeft onder andere met zijn bedrijf Manmoed de gezonken onder zeeën in de Barentszee in Rusland naar boven getakeld. Dus dat was ook onder zeeën, de koers die was gezonken. En Frans heeft ervoor gezorgd dat die duikboot weer naar boven werd gehaald. Nou, en dat was president Poetin, die was er dik tevreden over. En het verhaal gaat, maar dat is meer een anekdote, dat Poetin zei, nou Frans, hier heb je een cheque en zet hem erop wat je ervoor wil hebben. Maar goed, dat is de anekdote. Maar we zijn nogmaals, ik heb het al eerder verteld, en ik denk dat iedereen dat wel beaamt, die ook echt bij FC Utrecht betrokken is, hartstikke blij dat je zo iemand hebt als Frans van Zeumeren, die zoveel voor de club kan en wil betekenen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Nou, wat zien we hier dan? Ook even hoe hij zijn skybox heeft ingericht. Het ziet er weer helemaal anders uit. Dit heb ik me laten vertellen, zijn de schoenen van Johan Neeskens.
waar hij mee dus de penalty scoorde in de finale tegen Duitsland. En ja, helaas ging die finale tegen Duitsland verloren in de jaren, dat was 1974. En ja goed, dat is wat anders. Maar Frans heeft deze schoenen gekocht voor een goed doel. Nou, weer een heel ander interieur. En nou goed, hier zitten ze dus ook de wedstrijd te bekijken vanaf, ja, vanaf deze mooie stoelen die er ook voor staan. Je kan binnen zitten, je kan buiten zitten, maar je zit in dit stadion, zit je overal goed. Dus of je nou in de skybox zit, of je zit op de bulkzijde, of op de zuidzijde, dat maakt allemaal niks uit. We doen het met elkaar en we hebben allemaal hetzelfde, ons hart klopt allemaal voor FC Utrecht. Laat het even zo zeggen. Goed, dus dit is een heel ruim opgezette skybox. Wie er tegenwoordig ook een skybox heeft in het stadion, dat is Wesley Sneijder. En daar zijn we ook hartstikke blij mee. Want Wesley die voelt zich verbonden met Utrecht. Maar die voelt zich ook wel verbonden met FC Utrecht. En die heeft dan ook besloten, joh, ik neem ook een skybox hier in het stadion. Gaan we ook eens even kijken. Is er nog een vraag? Mensen vragen nog of jij een specifiek doelpunt hebt dat jij het mooiste vindt. Ja, dat is. Ja, dat moet ik even even goed aan gaan opfrissen. Nou, ik kan me nog wel wat doelpunten herinneren van. Die komt nu als eerste boven. Dat is dat doelpunt van Anouar Kali. In de wedstrijd tegen Ajax. Toen won FC Utrecht. Ik moet even goed nadenken. Ik geloof met 6-4 is het uiteindelijk geworden. Ja. En die Kali die schoot bijna vanaf de middenlijn. Net iets eroverheen. Schoot hij die bal keurig binnen. Die komt als eerste boven. Top. Even kijken. Nou, Sneijder zit helemaal in het hoekje hier. Wesley Sneijder. En nou ja, goed, als je zo naar buiten kijkt, heb je dus wel een leuk uitzicht weer over een beetje over de stad heen. Maar goed, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je lekker binnen zit of buiten om de wedstrijd te kijken. Nou, kijk eens, dit is weer een hele andere inrichting. En het past ook echt bij Wesley. We zien allerlei shirts aan de muur hangen. Vanuit de landen waar die gespeeld heeft. En het mooiste dat vind ik eigenlijk nog. Dat hier in de hoek de Europa Cup staat. Ik noem het eigenlijk de cup met de grote oren. Zoals die wel wordt genoemd. En ja, ik vind het ook iets hartstikke leuk om zo'n cup op te tillen. Dat is met Inter Milan heeft ze die gewonnen. Zometeen zullen we ook even de foto laten zien waar hij zelf met die cup op staat. Maar ik zal het ook zo even doen. Dat ding is ook hartstikke zwaar. Hè? Nou, dit is natuurlijk prachtig dat wij zoiets hier in het stadion Galgenwaard hebben staan. En het is ook heel mooi dat, nogmaals, hoe dat Wesley heeft besloten een box in het stadion ook te huren. En ook zijn bijdrage aan de club kan leveren. Nou, we zien het daar zelf, hier daar aan de linkerkant, met de Europa Cup staan. Toen hij die gewonnen heeft met Inter Milaan. En ja, goed, je ziet hem daar ook als speler van het Nederlands elftal. Zelf heb ik overigens wedstrijden van hem gezien. Toen ben ik nog in 2010 in Zuid-Afrika geweest. En daar heb ik ook nog een wedstrijd gezien, Nederland tegen Cameroen. En daar deed Sneijder toen ook nog in mee. Maar goed, Sneijder, het is een echte ondieper. Het is ook een echte iemand, laten we echt zeggen, een volksjongen. En in die zin is hij ook niet veranderd. Hij zet zich nog steeds in voor goede doelen. Zo helpt hij bijvoorbeeld mensen mee bij de voedselbank met zijn stichting Sport Ondiep. En echt Sneijder, het is een groep, ik vind het een goed persoon, laten we het zo zeggen. En ik ben ook hartstikke blij, ook als ondieper zijn, dat hij ook een skybox hier in het stadion heeft. Nou, dat is, ik vind het leuk ingericht zo. En het, een keurige tafel, je kan er lekker allemaal omheen zitten. En je kan, als het moet, zou je hier ook nog die anderhalve meter kunnen houden. Maar ik, weer een totaal andere inrichting dan de andere boxen.
En dat maakt denk ik ook zo'n box aantrekkelijk voor een ondernemer. Je kan hem ook zelf inrichten naar je eigen smaak en je eigen voorkeur. Dus gaan we eens verder kijken. En misschien komen er nog wat vragen binnen. Nou, vooral complimenten. Nou, ja. Nou, we doen het. Het is natuurlijk even voor mij ook wat anders. Want u moet je voorstellen, normaal staan hier 10, 20 mensen tegenover me. Ja, nou loop ik alleen zelf hier een beetje. En natuurlijk met de cameraman uiteraard. Want die doet het ook goed. Want die moet mij natuurlijk volgen. En dat is ook weer een kunst op zich. We gaan dus even een verdieping zakken. En dan gaan we eens even kijken naar de zakelijke ruimtes. Want nogmaals, we zitten hier dus aan de hoofdingang van het stadion. En de zakelijke ruimtes zijn dus ook allemaal aan deze kant gevestigd. En dan gaan we eens even doorzakken naar de volgende verdieping. En dan laten we u daar ook eens even wat ruimtes zien. Dat gaan we nu even doen. We hebben weer een vraag, Bert. Een vraag. De vraag is, welke trainer vindt jij het beste? Oftewel, welke trainer vind jij het allerbeste voor FC Utrecht? Vindt of vond? Want daar zit natuurlijk een... Kijk, vanuit het verleden was natuurlijk Bertus Jacobs de eerste trainer. Dat was ook geweldig. Want die heeft het er eigenlijk ingebracht van... we gaan ervoor en... hoe zijn we dat ook? Witte buizen, rode staarten... termen als hotse, knotse, boerenkool, begonia, voetbal, weet je wel, brachten ze erin. Dat had ook wat. Als je kijkt wat ook een goede trainer voor FC Utrecht is geweest, dat was natuurlijk Han Bergen, terwijl hij eigenlijk zo jong was, was pas 24 of 25 toen hij begon, heeft er ook menig resultaat behaald. Maar ik moet ook zeggen, Fouke Boy heeft dat ook goed gedaan, want die heeft ook echt prijzen gepakt. Dat is ook zo. Dus er zijn er eigenlijk wel meerdere geweest waarvan je zegt van nou, dat vond ik toch wel een... Dat had wel wat. Kijk, en je kan altijd van mening natuurlijk over bepaalde dingen verschillen. Maar nogmaals, mijn voorkeur gaat uit naar Han Bergen en Bertus Jacobs. Maar dat zal misschien ook weer met leeftijd te maken hebben. Maar als ik nu kijk wat John van der Bron nog weer gepresteerd heeft. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, het ging... Eigenlijk allemaal niet zo heel best, maar nu ging het toch wel weer goed. En uiteindelijk stonden we toch in de bekerfinale, die we helaas, of tenminste waarschijnlijk toch niet kunnen spelen. En dat heeft hij toch weer bereikt. Ja, dat is ook weer resultaat. Dus, maar het is, in het voetballen is het niet zo 1 en 1 is 2. Dan is het vaak 2 en 5 is 10. Dus het is niet, er is geen, niks is zeker. Dus het is best wel moeilijk om trainer van een betaalde voetbalclub te zijn. Goed, gaan we even naar beneden. Even naar beneden. Nee, nou, zo train ik toch nog even. Ik neem expres de lift niet. En dan staan we hier op de derde verdieping. Nou, we staan hier gaan we hier de Van Veenzaal in. Leo van Veen, dat was eigenlijk... Leo van Veen is eigenlijk een dumister FC Utrecht geweest. Deze zaal heet de Van Veenzaal. En deze zaal die wordt ook tijdens wedstrijden gebruikt als bestuurskamer. Dus hier ontvangt dus het bestuur van FC Utrecht de bestuursleden van de tegenpartij en andere genodigden. Maar ik vind het wel mooi dat deze zaal ook Leo van Veenzaal heet. Het is ook een speler die de meeste wedstrijden voor FC Utrecht heeft gespeeld. En dan vraagt u natuurlijk, hoeveel waren dat er? Dan moet ik even goed nadenken. Dat durf ik even zo niet hardop te zeggen. Maar hier zien we hem dan ook echt wel als juichende speler. Nou, het staat er zelfs al op. Het staat er al zelfs op. 391 wedstrijden en 154 doelpunten. Nou, dit is echt uniek. En Leo van Veen die komt ook nog regelmatig bij de wedstrijden van FC Utrecht kijken. We hebben weer een vraag, Bert. Een vraag. De beste keeper van FC Utrecht aller tijden volgens jou? De beste keeper van FC Utrecht aller tijden? Ik zou direct zeggen Jurgen Hendriksen. Dat is één. Maar we hebben natuurlijk ook, hadden we Harold Wapenaar. Vond ik ook een hele goede keeper. Dus als ik die twee al mag noemen, in ieder geval Jurgen Hendriksen...
en die Harold Wapenaar. Maar er is er eigenlijk nog één geweest, maar dat was een heel ander soort keeper. Dat was Istakov. Dat was ook een keeper, ook uit het, we kunnen zeggen, van jaren geleden. Maar dat was ook een keeper die er ook echt, echt stond. Maar Jurgen Hendriksen, dat was ook nog een sierlijke keeper. Die, ja, dat had ook wel wat. En het, ja, dat vond ik eigenlijk de beste keeper. Maar Wapenaar vond ik persoonlijk ook een goede keeper. En zo zijn er wel meerdere geweest. Vorm ook. Want Vorm, ja, daar zit weer wat dichter bij de jeugd nu in dit geval. Vorm, Michel Vorm, ook prima. Waren prima keepers. En er loopt er nu nog één in het stadion. Jan-Willem van Eeden. Dat was ook een zekerheid. En ja, ook een goede keeper geweest. Utrecht heeft over het algemeen, met een enkele uitzondering na, toch altijd wel goede keepers gehad in de afgelopen 50 jaar. Wat een tijd, wat een tijd. Want dat heb ik ook natuurlijk. Goed, de Van Hanegem-zaal hebben we daar nog. Nou, die laten we even zitten. We zien hier nog een bord waarop alle sponsoren staan vermeld die FC Utrecht ook heeft. Dus die ook gehuisvest zijn in de, onder andere in de skyboxen. En ja goed, die hebben hier een hele mooie band waarop op het bedrijf ook staat. Lopen we nog even een verdieping naar beneden toe en dan komen we op de tweede verdieping. Mensen roepen in de chat, niet vergeten Hans van Breukelen natuurlijk ook. Ja, Hans van Breukelen, dat is natuurlijk ook zo, dat klopt. Ja, die ben ik er dan misschien in mijn enthousiasme vergeten. Hebben helemaal gelijk, Hans van Breukelen, dat was ook top. Ja, dat klopt. Dat is ook weer een ander soort keeper. Maar we hebben er nog wel meer gehad hoor, want misschien dat mensen dat nog wel even weten. We hebben ook een tijdje nog Bas van Noordwijk gehad. Die zit nu bij Feyenoord ergens op de bank. En als ik hem dan wel zie lopen, dan denk ik, ja, die heeft hier ook nog gekiept. Maar hoe die was als keeper, dat is me niet eigenlijk meer echt goed bijgebleven. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar Hans van Breukelen, terecht. Terechte opmerking. Ja. Goed. We gaan nu de Lelyveldzaal in. En dat is eigenlijk het Wet en Waard, zo wordt het ook wel genoemd. Hier zitten de meeste ondernemers die dus uit het midden- en kleinbedrijf komen van Utrecht en omgeving. Nou, je komt hier alleen maar in als je, en dat geldt eigenlijk in het hele stadion, als je over de juiste toegangspassen beschikt, of toegangsbewijzen. Er staan hier altijd mooie dames voor de deur en die controleren, heb je het goede bandje, dan mag je naar binnen, heb je niet het goede bandje, dan kom je er niet in. Nou, dit is ook een hele leuke ruimte. En je moet je voorstellen, tijdens wedstrijddagen zit zo'n hele ruimte, zit natuurlijk vol. En iedereen is enthousiast. En zeker als FC Utrecht heeft gewonnen, dan treedt er meestal een zanger of een zangeres op. Nou, en onder het genot van een drankje en een hapje is het dan ook ver na afloop is het feest. Ik moet er wel bij zeggen dat alle ruimtes in het stadion, dat geldt zowel voor de skyboxen als deze ruimtes, die moeten tot 2 uur na afloop van de wedstrijd, dan moet alles dicht zijn. Dan moet iedereen eruit. Nou, mooie grote ruimte. Hier staat ook veel, hier komt Paul Pessel, die staat hier ook altijd. Paul Pessel van de sportzaak. En Paul Pessel die zorgt er ook wel voor dat er een hele hoop dingen georganiseerd worden, samen met zijn directe collega's. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, want het zijn er velen. Maar Paul Pessel is toch wel de aanjager ervan. Nou, en ja, goed, je kan je voorstellen van, dit heeft ook wel weer wat. En elke ruimte heeft wel wat in het stadion. We zien ook nog even wanneer de bekers zijn gewonnen. 1985, 2003, 2004 en ook in 2004 de Johan Cruijffschaal. Ja, goed, en dat maakt het verhaal eigenlijk compleet. En op dat bord wat daar links in de hoek staat in de Wet en Waard Lounge, daar staan dus eigenlijk alle sponsoren vermeld die ook in deze ruimte vertoeven. Nou, het podium dat staat helemaal links in de hoek. En nogmaals, daar treden dan meestal de aflopen veel artiesten op. Henk Kamphuis, Martin van Doren, Danny Temming, nou, noem ze allemaal maar op. Vooral ook artiesten uit het Utrechtse. En dat is ook leuk. Want dan heb je ook weer je binding met je artiesten. En dat is, zo hoort het ook weer. Lopen we hier even naar buiten. Want dan kan ik u ook even laten zien. Dat je dus zegt van, je hebt uitzicht. Vanaf alle plekken in het stadion is het uitzicht is prima.
Of je nou op de vijfde of op de vierde verdieping zit, dat maakt niks uit. Ik zeg van nou, als je hier zit, nou, je zit op het veld, je kan beide de spelers ruiken, om het zo maar te zeggen. Nou, kijk, dat is toch geweldig als je ook dit stadion ziet. Dan zeg je, joh, dit is toch een van de mooiste stadions van Nederland. Als je dit, en dat is niet omdat je dan zegt van, ja, je bent chauvinistisch of wat dan ook, maar dit is gewoon zo. Dit is een hartstikke mooi stadion. En als je dan ziet zoals die Bunnikszijde tekeer kan gaan, en ook de rest van het stadion, als ze achter de ploeg staan, dan zeg je, ja, dan ben je gewoon trots op dat daar, hoe heet het, om de deel van uit te maken. Tenminste, dat heb ik dan wel. Nou, helemaal bovenin, dat is even nog een ander verhaal, in het stadion er zit ook de control room, dat zit dus bovenin. En daar staan dus onder andere ook mensen van de politie zijn er aanwezig om het publiek ook in de gaten te houden. Want laten we eerlijk zijn, we zitten natuurlijk niet met z'n allen te wachten op ongeregeldheden. Dus je moet wel een bepaalde beveiliging hebben. Wat ook mooi is in Galgenwaard, we hebben ook aan die kant, dus op de Zuidtribune, een blinde tribune. Dat mensen die dus of slechtziend zijn of echt helemaal niet kunnen zien. Vandaar dat het ook blinde tribune heet. Dat die ook de wedstrijd kunnen volgen. Iemand geeft dan commentaar en via een oortje wat ze in hebben, nou horen ze dus het verslag van de wedstrijd. Dat is keurig geregeld. En nu dat ik dat toch zeg, van dit zijn ook een van die maatschappelijke dingen die FC Utrecht doet. Want maatschappelijk timmert FC Utrecht ook goed aan de weg. Want wat ik persoonlijk ook heel mooi vind, is dat de spelers een aantal keren op bezoek gaan bij de kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Doodzieke kinderen die dan toch nog de gelegenheid krijgen om eens een praatje te maken met de speler. En als ze toch nog in staat zijn om het een en ander te kunnen doen, een balletje met hun te trappen. Ouderen die worden ontvangen in het stadion, die een kerstmaaltijd krijgen aangeboden. Nou, dat soort dingen, dat doet FC Utrecht ook. Scholen die bezocht worden. En bovendien hebben we dan ook nog eens een keer de contacten met de amateurverenigingen die bij FC Utrecht zijn aangesloten. Om vanuit hun geledingen ook potentiële eerste elftal spelertjes te kunnen gaan leveren. Dat hebben we dan ook nog eens een keertje. En ja, goed, dat FC Utrecht heeft eigenlijk alles. Zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Er komt weer een vraag. Er komt weer een vraag binnen. Eigenlijk twee zelfs. Brian vraagt, waar zitten de commentatoren tijdens een wedstrijd? Ja, dat is een goeie. Nou, daar kunnen we misschien wel even heen lopen. Ja. Want de commentaarposities, ik weet niet of jij de livestream kan filmen. Ja hoor. Die zitten hier op de hoofdtribune ook, waar we dus nu lopen. En hier zit bijvoorbeeld Radio 1. Hier zit bijvoorbeeld de NOS. Kijk, dus op deze plaatsen, hier zitten de commentatoren. Nou ja, dan zit je zo op zo'n stoeltje en dan kan je zo die wedstrijd, die kan je bekijken en die kan je verslaan. En of je dat dan voor de televisie doet of voor de radio, ja, dat maakt dan even niks uit. Maar je kan een compleet verslag maken van de wedstrijd van FC Utrecht. En dat gaat dan weer de wereld over, om het zo maar te zeggen. Dus hier zitten de commentatoren. En de Fox-commentatoren zitten aan de andere kant volgens mij, toch? Dat zou kunnen. Ja. Daar moet ik even het antwoord op schuldig blijven. Dat durf ik even niet te zeggen. Maar de meeste die zitten hier allemaal aan deze kant. Andere vraag. Kees van den Brink vraagt, wat is jouw favoriete plek in het stadion tijdens een wedstrijd? Mijn favoriete plek in het stadion, zal ik je ook vertellen. Want naast rondleidingen doe ik ook nog wat anders. Ik begeleid namelijk ook verjaardagspartijtjes. Kinderen kunnen dus hun verjaardag vieren hier in het stadion. Mijn rol op zondag is dan om de kinderen met hun ouders, vriendjes, vriendinnetjes, opa's en oma's te ontvangen. De jager mag dan op een gegeven moment mee het veld op. En na afloop neem ik ze weer allemaal mee naar de ingang van de kleedkamer om handtekeningen te scoren. Nou, tijdens die wedstrijd, want dat is dan de vraag, dan zit ik meestal op een van die stoelen die je daar in de verte ziet. Dus dan zit ik ongeveer, nou, net naast de dugout zo'n beetje. En dat vind ik een hele mooie plek om te zitten. En dan ga ik naar afloop, nou dan neem ik iedereen weer mee naar binnen toe. En dan kunnen ze de handtekeningen scoren. Dus wil je gebruik maken, ooit ook eens van, dat je zegt van, oh, het lijkt me toch ook wel eens leuk om zo'n verjaardagspartijtje te hebben. Meld je dan aan en dan kan er iets geregeld worden.
kijk op de site en dan zie je ook vanzelf wat het kost. Dat is hem eigenlijk. Top. Nog een vraag. Nog eens. Nee. Oké, nou dan gaan we weer verder. Dan lopen we weer even terug. We lopen nog even terug. Want daar kwamen we ook vandaan. Ja, even kijken. Oh ja, als ik die kant uitkijk, ja, dat zien we nou niet. Dat had ik eigenlijk boven moeten laten zien nog even. Achter die kantoren daar, dus tussen de bomen door, daar ligt het trainingscomplex van FC Utrecht en dat is zo toevallig. Daar kunnen we nu helaas niet zien, maar dat moeten we er maar even van me aannemen. Maar daar wordt dus getraind door FC Utrecht. Dus de keren dat ze in het stadion zelf trainen, dat is minimaal, om het zo maar te zeggen. En even nog voor de bunnikzijde, dat wil ik ook wel even zeggen, er zit daar een schitterend supportershome. En dat zit dan eigenlijk onder de tribune. Dat schijnt ook wel uniek te zijn. Ik heb me laten vertellen dat er geen één stadion in de wereld is dat zijn eigen supportersvereniging ook in zijn eigen stadion heeft gehuisvest. Meestal is het een aparte locatie naast het stadion. Nee, hier zit het echt onder de tribune. En dat is, dat is echt heel mooi. Helaas kunnen we daar nu niet in, anders had ik u dat ook even laten zien. Maar de bunnikzijders, die kunnen van hun eigen supporters gewoon in hun eigen stadion gebruik maken. Dat maakt Utrecht ook wel weer uniek. Zo, dan gaan we weer naar binnen. Dan gaan we weer naar binnen toe. Er is nog een vraag, Bert. Mark van der Wel vraagt, hoe word je gids? Hoe word je gids? Ja, dat is wel een leuke. Ik heb mezelf toen ooit eens aangemeld, toen ze dat vroegen. Het leek mij ook wel heel leuk om dat te doen. En daar waren toen mogelijkheden voor. Dus je zou altijd bijvoorbeeld kunnen vragen van, zijn er nog rondleiders nodig of gidsen nodig? En meld je dan aan bij FC Utrecht via de site. Dus geef je gewoon op als de mogelijkheden er zijn. Op dit moment hebben we nu, ik moet even vertellen, drie andere collega's. Dus we lopen nu op dit moment met z'n vieren. Maar misschien is er toch wel weer aanvulling gewenst. Nou, ik zou zeggen, geef je gewoon op als je het echt leuk lijkt. En het is ook echt leuk om te doen. Tenminste, ik vind het voor mij wel. Ja? Top. Oké. Oh ja, dat is misschien toch ook nog een ruimte. Dat vind ik ook toch wel even ook een leuke. En dat in deze ruimte, waar we nu in gaan, daar zitten de vrienden van FC Utrecht. En de vrienden van FC Utrecht is eigenlijk de oudste supportersclub. Voortgekomen nog vanuit de DOS. En die hebben hun eigen ruimte hier in het stadion. Ook op de tweede verdieping. Daar zitten de vrienden van FC Utrecht. Dan weten jullie dat ook. Dan weten jullie dat ook even. Ja, gaan we naar beneden? Oké. Okay. Nou, het is weer trappen lopen. Het is weer veel trappen lopen. Ja, we hebben een vraag. Lia van der Tol vraagt, wie verzorgt de grasmat van FC Utrecht? De grasmat? Nou, er is een FC Utrecht die heeft een eigen groundsman, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Eigenlijk iemand die het veld onderhoudt in dienst. En die zijn eigenlijk de hele dag bezig om die grasmat in een topconditie te krijgen. Dus het zijn mensen die werken voor FC Utrecht en die eigenlijk de hele dag hiermee bezig zijn om die grasmat in orde te krijgen, zodat er weer een prachtige mat ligt als er gevoetbald moet worden. Bedankt Gerard. Gaan we de volgende. En dan gaan we richting de kleedkamer. Nou, de kleedkamer van FC Utrecht is gelegen hier op de eerste verdieping. En daar gaan we dan zo nog even wat over vertellen. Ik zie dat de deur weer dicht is. We hadden hem al open gedaan, maar we gaan hem weer open maken. En dan gaan we eens even kijken waar de spelers zich allemaal opstellen en wat hier allemaal gebeurt. Oké, denk om de kruk. Er ligt al even de kruk hier. Ja, ik zal hem even rechtop zetten. Oké, nou, waar we nu staan, dat noemen ze ook wel de mix zon.
En eigenlijk is dat het zenuwcentrum op wedstrijddag hier in het stadion. Er mogen dan alleen maar mensen hier komen. Dus zeg maar de spelers, de technische staf, de scheidsrechters, alles wat erbij hoort, dat verzamelt zich hier op een regelmoment. Voor de deur staat er dan altijd iemand met zo'n mooi oortje in. En je mag er dus alleen maar in als je hier echt iets te maken hebt. Het is wel zo natuurlijk van, spelers moeten zich eerst omkleden natuurlijk. Dat spreekt voor zichzelf, voordat ze aan de wedstrijd kunnen beginnen. Dat geldt natuurlijk ook voor de scheidsrechters. En dat gebeurt in de verschillende ruimtes. Nou, de scheidsrechterskleedkamer die zit in deze hoek. Daar gaan we ook eens even in kijken. Zal ik eerst naar binnen gaan? Ga je eerst. Ga ik het even met de camera. Oké, gaan we hier binnen. Ga ik even zwaaien. En dan gaat het licht vanzelf aan als goed is. Ja, oké. Okay. Nou, hier staan we dus eigenlijk in het domein van de scheidsrechter. Die moet zich hier dan omkleden met zijn assistenten. En ook natuurlijk de vierde man. Die man die de bordje altijd vasthoudt en die wissels aankondigt. Dat gebeurt dan hier. Het is ook zo, als het dan rond 2:50 is, heeft die scheidsrechter daar een bel zitten. Dat is de bel naar de kleedkamers. Eigenlijk op die bel. Vervolgens gaat er een zoomer in de kleedkamer van FC Utrecht en van de tegenpartij. En dan weten die spelers, we moeten naar buiten, want de wedstrijd gaat beginnen. Nou, dat is de bel. Vervolgens staat er ook nog een mooie tekst. The referee is always right, even when he's wrong. Dat betekent eigenlijk, scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al heeft hij geen gelijk. Ja, daar moet je even over nadenken, maar het is wel een goede, denk ik. Het is wel een goede. Links in de hoek, daar hangt eigenlijk nog een schema. En daar staat op dat bord wanneer FC Utrecht het veld opgaat. Tussen wanneer ze in moeten gaan lopen, waar moeten ze lopen eigenlijk, wanneer ze weer naar binnen komen. En wanneer ze uiteindelijk weer het veld op moeten, zodat de wedstrijd op een gegeven moment gaat beginnen. Dat staat op dat bord en dat bord erboven, wat nu leeg is. Daar wordt altijd opgezet om welke wedstrijd het gaat, welke scheidsrechter het is, met welke assistenten. Dan weet de scheidsrechter dat natuurlijk zelf wel, maar goed, dat staat er wel op. Gaan we hier even uit, dat is even. Dan hebben we natuurlijk ook, en laten we dat maar direct meepakken voordat we naar de kleedkamers van de tegenpartij in FC Utrecht gaan, dat de spelers die worden na afloop geïnterviewd. Dat heeft iedereen ziet dat natuurlijk. Nou, aan de ene kant gebeurt dat in deze ruimte, maar we hebben nog een persruimte. En dat is vaak, die wordt het meeste gebruikt als je dus naar NOS Studio Sport zit te kijken, de komende beelden die gemaakt zijn vanuit deze persruimte. En dan denk je, goh, is dat groot? Nee, dat zijn normaal niet groot. Het is net een soort veredelde zolderkamer, noem ik het altijd. Kijk, we gaan even naar binnen doen. Dan doen we hier de deur open. Nou, en wat zien we dan? We zien hier de borden met de reclameuitingen, met de sponsoren erop. Hier staat een kruisje. Hier ga ik staan. De cameraman die staat daar. En de interviewen. Nou, en je krijgt een interview. Nou, hoe heeft u gespeeld? Nou, het ging hartstikke goed. Nou, hoe kwam dat? Nou, ik heb goed gegeten. Ik heb goed geslapen. Ik was hartstikke fit. Ik was blessurevrij. Dus ik heb 2 goals hebben kunnen maken. Nou, prima. Nou, dat vindt hier vandaan eigenlijk plaats. Dus eigenlijk als je ziet van, wat is het? Het is eigenlijk een hele kleine ruimte. Maar het hoeft ook niet groter te zijn. Want je ziet toch maar op de televisie datgene wat je moet zien. En waar het eigenlijk om gaat. Dus het is groot genoeg. We hebben nog een ander bord, want ik moet er ook nog even bij vertellen. We hebben natuurlijk ook een jong FC Utrecht en dat speelt in de keukenkampioendivisie. Dus als die ook willen thuis spelen in het stadion, dan worden letterlijk de bordjes verhangen en dan ga ik voor dit bord staan. Dus dan heb je eigenlijk 2-in-1 in een ruimte waarvan je zegt, nou joh, dit had je zolderkamer kunnen zijn. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar het hoeft niet groot te zijn als het maar aan het doel bijdraagt. Dat is het. Waar het om gaat. Er kwam een vraag tussendoor. Ja. En die heeft eigenlijk niet zoveel met de media te maken. Maar waarom heet het trainingscomplex van FC Utrecht Zoudenbalg? Ik denk dat een stukje uit de historie is geweest. Dat is wel een goede vraag. Dat is net zoals Galgenwaard. Omdat het een landbouw- of een tuinbouwgebied is geweest. Noemden ze dat toen, en dat heette toen Galgenweerd.
En volgens mij is dat met Zoutenbalg ook zo. Alleen, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik weet het niet helemaal zeker. Dat zeg ik er even bij, maar volgens mij is dat wel zo. We hebben ook nog in Utrecht zelf ook een of ander huis wat Zoutenbalg heeft. Dus het kan daar ook een buitenplaats van zijn geweest. Maar daar moet ik even eerlijk een antwoord op zoeken. Mark van der Wel zegt, die Bert is echt een baas hoor. Zo enthousiast. Ja, ja goed. Ja, je moet ook. Ja, dat is dankjewel Mark van der Wel. Goed, gaan we even kijken naar de kleedkamer van de gasten. Voordat ik daar nou even naar binnen ga, want het is nog een vrij hol. Die kleedkamer ziet er eigenlijk uit zoals de meeste amateurkleedkamers. Alleen wat groter. Je hebt er gewoon de bankjes in. Het is, nogmaals, het is wat groter, maar je moet je voorstellen, als de tegenpartij komt, wordt natuurlijk ook al dat materiaal meegenomen. Dus je hebt je kleding, je trainingspak, je schoenen, alles wat erbij hoort. Die materiaalman, die rijdt meestal voor de bus uit, voor de spelersbus uit, legt keurig dat materiaal allemaal neer. En de spelers die kunnen zich dan ook omkleden. En dan is dat holle geluid, wat je zo meteen ook hoort, dat is dan ook direct verdwenen. Nou, en dan moet je je voorstellen, we hebben hier ook topvoetballers op die bankjes gezeten. Zoals onder andere Messi. Want die heeft hier ook nog eens een wereldkampioenschap afgewerkt. En zo zitten de spelers van Feyenoord, FC Twente en noem ze allemaal op. Die zitten hier gewoon op de normale bank. Ik ga hier zorgen, het licht gaat aan. En dit is het eigenlijk. En nogmaals, je hoort nu ook, want ik vind het altijd een verschrikkelijk geluid als je dat zo hoort. Je hoort dus ook dat het allemaal hol is. Maar nogmaals, als alle kleding er ligt, dan is dat over. Dan is dat weg. Dus het is een kleedkamer, het is een mooie kleedkamer, functioneel, maar gewoon eenvoudig. Want zo kunnen we het wel zeggen. Maar ik moet niet even overschrijven. Gaan we even kijken naar de kleedkamer van FC Utrecht. Nou, de kleedkamer van FC Utrecht ziet er anders uit. En als we die dus open doen, dan ga ik ook nog even zwaaien dat het licht aangaat. Dan zien we hier dat die iets anders is ingericht. Nou, het is al niet zo hol, het klinkt al niet meer zo hol omdat het al ingericht is. Iedereen en nou goed, je kan lekker blijven zitten totdat de wedstrijd op een gegeven moment gaat beginnen. En dan zou, als het goed is, zou dat zoemertje hierover moeten gaan. Omdat die scheidsrechter dan op die knop heeft gedrukt. Of dat nog zo gaat, of dat hij niet tegen de deur tikt, dat weet ik even niet. Maar goed, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Iedereen zijn eigen plek. Nou, je ziet daar bijvoorbeeld in de hoek, daar zit de keeper. Dat is Jeroen Zoet op nummer 1. Daarnaast zit Willem Jansen. Dus het is wel mooi, de keeper en de verdediger die zitten naast elkaar. Dan gaan we verder, dan zien we ook nog Van der Marel erbij. En dan kijken we nog even naar Ramselaar, Gustafsson. Nou ja, noem ze eigenlijk allemaal maar op. En dan hebben we hier nog Kleiber. We hebben hier Maher, Hoogma, Lombijk, Kerk, Emanuelsson. Nou, laten we het rijtje maar afmaken nu ook. Dan hebben we Baabek, Van Overheem, Delmau en Sander van der Steek. Nou, dan hebben we eigenlijk het hele rijtje. Iedereen heeft zijn eigen kleding hangen, dus je kan ook nog je pak ophangen enzovoort enzovoort. De tafels die hier staan, dat vaak wordt er ook gevraagd van, nou, waarom zitten er nou gaten in die tafels? Nee, dan heb ik wel zoiets van, nou, wat denk je zelf? Nou, dan krijg je de meest leuke antwoorden. Er zijn ook wel mensen die erin gaan staan en zo met de hoofd erbovenuit gaan steken. Nee, maar er komen hier dus wasboksen onder. En je kan dus op een gegeven moment eigenlijk de was, als je hebt gevoetbald, gesorteerd in de wasboksen eigenlijk gooien. Dus de kousen bij de kousen. De shirtjes korte mouw bij korte mouw, lange mouw bij lange mouw enzovoort enzovoort. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, wat hebben we nog meer in deze ruimte? Uiteraard douches, die zitten er natuurlijk in. Toilet en wasbakken. En we hebben hier een bad. En dat bad wordt volgens mij al een tijdje niet meer gebruikt. Maar dat is eigenlijk bij de bouw van het tweede stadion.
is dat er eigenlijk al ingemaakt. Nou, dat heeft ook wel weer wat, wat bijzonders. Er staan wat, wat kunstwerkjes om, omheen. Een oude telefoon, als iemand nog weet wat een telefoon is. Een lamp, een stofzuiger, een televisie, een brandblusapparaat. Dus het is een beetje, is het een beetje aangekleed. En je mag niet duiken hier. Dat is natuurlijk wel zo. Dat is verboden. Maar goed, dat is de kleedkamer van FC Utrecht. Dus je ziet ook, ieder zijn eigen stoeltje, ieder zijn eigen kastje. Er werd mij net ook gevraagd, want dat schiet me nog even te binnen. Wat vond je nou ook nog een hele goede speler van FC Utrecht? Nou, dat is natuurlijk ook Haller. Die heb ik nog niet genoemd, maar dat was natuurlijk ook iets van een uitstekende voetballer. Die heeft ook aardig wat doelpunten gemaakt voor de FC. En dat was prachtig ook. Goed, gaan we nog even verder. Nou, spelers op een gegeven moment, zowel aan de overkant als van FC Utrecht, die gaan zich dan verzamelen. Die lopen dan naar de mixzone. En dan is het zo rond de klok van, ja, wat zal het zijn, hè? 7:30. En dan hoor je bang, 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 bang. Nou, de kinderen staan hier dan allemaal opgesteld. En de spelers lopen naar beneden en dan is het pam, 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 pam. En dan gaan we het veld op. En dan is dat heeft ook al vertrouwen in je pas. Dat blijft altijd leuk om dat te zien. Zeker degenen die met de vlaggen ook op het veld staan, hoe de aankleding allemaal is. Spelers die meelopen, kinderen die meelopen. Oh, de deur is open. Nou. We lopen er even uit. We kunnen niet op het veld, want er zit een hele dikke ketting erom. Dat is terecht natuurlijk. Want anders zou iedereen op het veld kunnen komen. En ik zal kijken of die komt. Hij komt eigenlijk wel op slot. Hij zit op slot, kijk. Als je eventueel het veld op zou gaan en je mag er niet op, €5.000 boete. Dus dan weten jullie dat ook. Dan weten jullie dat ook vast. Dan is je spaarpot op. Je bankrekening is direct. Is die net leeg? Nou, misschien dat we nog even een plaatje maken vanaf hier. Kan dat nog even? Dan heb je ook even, dat je dus zegt, om toch even te kijken wat er dicht bij het veld staat, hoe het eruit ziet. Nou, dan staan we dus zo erbij. En hier, als je hier dus zit, ja, dan zit je er helemaal dicht bovenop. En nogmaals. Ook hier heb je weer een schitterend uitzicht. En dat geldt af voor alle plekken in het stadion. Je zit in dit stadion, zit je overal goed. Het enige nadeel zou je kunnen zeggen, als het soms wat regent en de wind staat erop, dat je dan even nat wordt. Maar ja, hoe vaak komt dat voor? Dat is de andere kant. Goed, gaan we nu weer het stadion in. En dan gaan we naar beneden toe. En dan gaan we de rondleiding besluiten. Als we nog vragen? Nog niet. Maar inderdaad, als er nog wat laatste vragen zijn, ja? Laat ze vooral weten in de chat. Oké. Nou, dan lopen we hier weer naar boven toe. En ja. Even de deur dicht doen. Kijk, ja, beneden de deur dicht. Ja. Even kijken. Top. Zo. Nou, de deur zit ook weer dicht. We hebben alles weer netjes afgesloten. En dan. Dan gaan we weer naar boven toe. Zo zien die spelers ook wel een slof als ze dan eruit gestuurd zijn of geblesseerd zijn. Of de afloop natuurlijk van de wedstrijd. Als ze gewonnen hebben, maar dan heb je weer een ander beeld. Nou, we gaan hier weer uit. Dan zien we daar aan de overkant, daar zitten dan de kantoren van FC Utrecht. Dat zijn de mensen die eigenlijk de hele week hier werken om alles mogelijk te maken. Dat de wedstrijden ook gespeeld kunnen worden. Of dat spelers naar de scholen kunnen of andere dingen kunnen doen. Nou, gaan we hier naar beneden. De vraag is nu van René Geldman. Ja? Die vraagt wat jij vindt van Stijn Vreven als speler van FC Utrecht. Ah, Stijn Vreven. Stijn Vreven, ja, dat was ook voor iemand die stond ook voor. Dat was eigenlijk een Joop van Maurik, alleen in het verdedigende zin. Dat was ook iemand, die ging er ook voor. Die ging er ook tegenaan. Een speler die speelde om te willen winnen. En niet zeiken, niet zeuren, maar poetsen, zeggen ze dan eigenlijk. Ja, dat vond ik ook een prachtige speler.
Ja, dat is wel een leuke opmerking eigenlijk. Van, dan zie je toch van, soms vergeten we hier wat mensen. Maar dit was er ook eentje. Ja. En Rutger Sina vraagt, wie is nu de materiaalman bij FC Utrecht? De materiaalman? Volgens mij is dat Jorrit Anderla, hè? Volgens mij. Ja, volgens mij. Dat is degene die uit Nieuwegein komt. Ja, klopt. Dat is Jorrit, inderdaad. Jorrit is de eerste materiaalman. Ja. Ja, soms wisselt dat ook wel eens even. Dat, het laatste wat ik nog even wil vertellen. We zien hier dus ook nog de foto's. Dat is het stuk historie van FC Utrecht. Voornamelijk uit de jaren 70, 80. En dit is dus weer van een latere periode. En over Stijn Vreven, die zien we daar nog hier helemaal links staan. Dus dat is, daar kan je nog even mee pikken. Dirk die Kuijt staat er nog op, Dave van den Berg. Die hebben we ook wel genoemd. Mooi in het midden, Frans van Zeuberen. En kijken we naar de linkerfoto. Ja, daar zien we daar natuurlijk Willem van Aandegem op staan. Flo die Smollerek. Ook, dat was ook een prachtige voetballer trouwens. Marco Cabot, Ed van Stijn, Hans van Dreuken. Nou, ga zo maar door. Hiermee wilde ik het besluiten. Ik dank ieder die heeft gekeken voor de aandacht. Ik hoop jullie allemaal toch nog eens een keer terug te zien in het stadion Galgenwaard. En ik zou erbij zeggen, vergeet niet je seizoenkaart te verlengen. Want we gaan er met z'n allen voor. En hoe lang het ook duurt, we komen ooit terug. En we zitten met z'n allen hier bij elkaar in de Galgenwaard. En of je nou zit op de Zuidtribune, Bunnekseik, of in de Skybox of waar dan ook. Het maakt niks uit. Wij zijn de FC. Het hart klopt allemaal voor deze club.